straks alles over de dominante visie van Jack Kantelberg op de werkelijkheid. Maar nu eerst het telefoontje. Al in 1999 wordt door de Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad vastgesteld dat het gehandicaptenvervoer onveilig is. In 2002 bevestigt TNO dit met een alarmerend tussenrapport waaruit blijkt dat de veiligheid van het gehandicaptenvervoer ernstig tekortschiet. Hoe is het rolstoelvervoer geregeld in Nederland en wie is er eigenlijk voor verantwoordelijk? Er kan altijd iets fout gaan, dat is ook zo. Maar het gaat hier om fouten die voorkomen hadden kunnen worden. Zo moeten zijn, dat natuurlijk... Mensen zijn ook nog eens heel erg afhankelijk en durven daarom vaak ook niet echt te klagen. Omdat ze bang zijn dat er gezegd wordt, oh, heeft u iets te klagen? Nou, u hoeft niet met ons mee. Buitengewoon veel de kans dat zijn rolstoel niet goed wordt vastgezet. Dat ding... Eigenlijk is het ongelooflijk. In 1999 wordt het al vastgesteld. In 2002 heeft TNO een tussenrapportage, wordt het al vastgesteld dat het niet veilig is. Degene die... Dat zou ik onacceptabel vinden, want ik vind eigenlijk op het moment dat je dus vervoert zoals nu, op dat wil er nog wel een paar bijleggen als dat mag, hè, dat ze dat niet kunnen vergeten. En dat is één wat ik ernaast wil zetten. En het andere is, dat ook buitengewoon nodig is dat er een klachtencommissie gaat komen. En die is er niet op dit moment, er is geregeld. Als het geregeld is. En als... Concreet doen, om ervoor te zorgen dat deze punten ook gehaald worden. Ik vind die drie punten de eind. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. In de tweede ronde van de Loden Leeuw is weer massaal gestemd op de meest irritante of zenuwslopende reclame. Maar eerst, welke drie spotjes uit de eerste ronde gaan ook alweer door naar de finale? En dan nu de uitslag van ronde 2. Welk spotje heeft afgelopen maand werkelijk het bloed onder uw nagels vandaan gehaald? Jack Kantelberg is overigens niet zijn hele leven al beveiliger geweest. Jaren geleden... Daar waar Jack Kantelberg, u heeft het net zelf kunnen zien, maar al te graag verschijnt in talkshows om over zijn werk te praten, daar wil hij niet komen als wij hem uitnodigen voor een gesprek. Sterker nog, hij wil niet eens aan de telefoon komen en zijn mobieltje neemt hij niet op. Wel stuurt hij twee faxen waarin hij zegt dat de studenten vanaf het begin wisten dat de opleiding nog niet geaccrediteerd was. Daarnaast beweert Kantelberg dat de Hogeschool voor Criminologie een hooggekwalificeerd docententeam heeft onder leiding van een professor. En dus namen wij, als klap op de vuurpijl, nog even contact op met de professor die het docententeam zou aanvoeren. Ja, nou Sascha, we zagen je net al even in het filmpje. Jullie hebben het geld teruggestort gekregen van de opleiding naar aanleiding van de uitspraak van de rechter, heb ik begrepen. Ja, we hebben het teruggekregen. Alleen... Wat zeg je ervan, van het hoger beroep, wat zegt de advocaat ervan? Ja, de advocaat die is heel positief, die zegt... Ben je een jaar verder natuurlijk. Ja, dit... Hij zegt dus ook in zijn faxen dat jullie allemaal op de hoogte waren van het feit dat het geen hbo-opleiding was. Jullie zijn allemaal van de ex-studenten van de opleiding, maar daar weet jij niet van. Nee, ja, op geen twijfel. Hè. Het is ook een hartstikke mooi gebouw, de lesstof zag ook. Had je nou nooit gehoord van Jack Kantelberg, was dit, want hij is natuurlijk al een tijdje bezig. Daar had je geen kennis van. Nou, ik heb de eerste keer dat ik er naartoe ging... Een keer per ritje en we hebben nu gezien dat het toch niet echt heel fijn is. Maar ook met scootmobiels hoort een andere scootmobiel afgekeerd vastgezet. Een meneer noodstop. Hij schiet dus door de wagen heen naar... Bij TNO allemaal nog terechtkomt deze meldingen. Meer nog. Idee. Ja, mevrouw Hilman, ik ga naar vakantie. Ik laat een automatische reply uitgaan naar mijn klant. Want ze is onder voorbij. We kunnen gewoon weer verder werken. Maar nee, dus zij belt op. Vlot. En toen hebben ze het opgepakt en toen was het opgelost. Nog niet helemaal, want vandaag feit... Het is een automatische reply dat ze op vakantie zou zijn. Goed, dan maken wij hierbij bekend dat mevrouw Hilman voor al haar relaties weer terug is van vakantie. En u kunt ons blijven bellen met al uw consumentenproblemen. Geheel gratis tot een uur na de uitzending 0800-1343. Westen Palace, van harte gefeliciteerd. Geweldige service, de warme douche komt eraan. En de familie Everings is inmiddels al geweest. Ze hebben het enorm naar hun zin gehad. Dit was Raden voor vanavond. Volgende week zijn we er weer, 8:30. U kunt op ons rekenen. We'll be right back.